gaan zo direct de onthulling doen van deze feestelijke gelegenheid ter ere van de nieuwbouw op het landgoed hier. En de bedoeling is dat daar 112 privékamers met eigen badkamer en 14 woongroepen gerealiseerd gaan worden voor onze bewoners. En ook dat op een punt dat daar de aansluiting gemaakt wordt, het oude sanatorium. Ik denk dat het de voorziening wordt die helemaal bij deze tijd past van zorg voor onze medemens. Heel speciaals, een soort eerste steenlegging laat zien dat hier iets heel bijzonders gebeurt. Dat het de enorme betrokkenheid die je hebt bij de mensen die hier zijn. En ik weet, want ik kom hier al vaak, dat de mensen die hier de zorg verlenen, de vrijwilligers die hierbij zijn, dat die dat met enorm veel passie en empathie doen om de mensen hier een hele mooie plek te blijven geven. Op 16 mei 1930 door Martha Oudendal, oud Nipjaar, de eerste steen voor de kapel van het sanatorium Oranje-Nassau-oord te renken. Aan het echtpaar Hoevelaken die samen hier wonen. Dag meneer en mevrouw Hoevelaken. Rini Jansen, medewerker van sinds jaar in een dienst sinds 8 maart 1976, dus 43 jaar. Thea Jansen, geen familie, 1S, medewerker in dienst sinds 15 augustus 1974, 44 jaar. En Grady Hendrikse, vrijwilliger en chef. Het gaat al bijna. Ja, de muziek erbij. Geweldig. En daarmee is de formele handeling gepleegd.